Slapend rijk worden, wie droomt daar niet van, Irene? Wij hebben een jongen, een student, die dacht ik wil slapend rijk worden. Dat doet hij al 2 maanden, hè? Al 2 maanden ligt hij in bed? Ieder van Deutenkamp die dacht van nou, dat slapen dat kan ik goed. Dit is zijn foto. En is dus is 2 maanden in zijn kamer gebleven in en rond zijn bed. En via de webcam heeft iedereen hem kunnen volgen. Nou, met niks doen natuurlijk. En hij heeft toch een hoop geld weten te verdienen in die 2 maanden. Hij is toch een beetje slapend rijk geworden. Wat heeft hij nou ongeveer nu? Nou, zullen we hem eens vragen? Want als het goed is, hij ligt nog in bed. We hebben hem even aan de lijn. We zien hem ook nu aan de telefoon. Hallo? Ja, goedemiddag, goedenavond. Kun jij, Ieder, kun jij even zwaaien, zodat we ongeveer zien wat de vertraging is? Ja, tuurlijk. Ik denk een kleine 10, 15 seconden. Nou, je zwaait nog steeds. Nee. Ga zwaaien. Daarom dat komt-ie, denk ik. Ben je al aan het zwaaien? Ja, ga je zwaaien. Ja. Hoe lang al? Ja, een lange arm op dit moment. Ja, nou, daar ben je. Kijk, dit is de reden waarom we niet via de webcam praten, maar we kunnen je in ieder geval wel zien. Hoe ongelooflijk rijk ben je geworden? En begin nu te springen. Begin nu te springen. Ik kan een beetje gek doen. Nou, ik vind het wel leuk als je gaat springen, want dan zien we ongeveer die vertraging. Hoe rijk ben je geworden, is de vraag van Irene. En spring. 12.000 euro op dit moment. 12.000 euro heb jij verdiend met waarschijnlijk advertenties en de sponsors en al dat soort dingen. Hoeveel bezoekers zijn er naar jouw site gegaan de afgelopen... Nou, de Nederlandse iets meer dan 900.000 op dit moment. Zo. En op de .com-site, want ik heb ook op de .com-site meer dan 500.000. En op de BE-site iets meer dan 60.000. Nou, het is over de miljoen bezoekers. Het is toch echt wel geweldig. Maar je bent er ook af en toe even uitgegaan, heb ik gehoord. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ja, 2 keer. 1 keer voor Jensen. Want ja, die kwam niet langs bij mij op de bank zitten, helaas. Nee. En de 2e keer moest ik een schooltentamen maken. Een tentamen maken? Oh ja. Ja, want ik blijf student. Doe je dat dan met toilet en zo? Nou, ik heb een half uurtje per dag, zeg maar. Ik ben 23,5 uur per dag ben ik gewoon te zien dat ik op mijn bed zit. En een half uurtje per dag ben ik aan het douchen, of ga ik naar het toilet, ga ik nog snel wat eten pakken of wat drinken pakken. Nou, moet het echt zo zijn dat je echt dodelijk verveeld hebt? Want ik kan me niet voorstellen dat het leuk is twee maanden op je kamer zitten. Nou ja, in het begin is het leuk. De eerste 2 weken misschien. Maar daarna denk je toch van ja, ik wil wel wat gaan doen. Ik wil een beetje gewoon naar de bakker en een pakje halen. Of met vrienden gaan chillen, naar de discotheek. Maar goed, je opzet is wel geslaagd, want je bent toch een soort van slapend rijk geworden, 12.000 euro verdiend. Wat ga je daarmee doen? Dat is goed. Ja, mijn studie bekostigen. Sowieso, een student heeft altijd geld nodig. Een student heeft altijd, en het is ik vind het wel een leuk. Je maakt het af vandaag, want je komt naar de studio bij ons. Ja, je zou het eigenlijk morgen doen, maar nu kom je vandaag alvast, hè, uit je bed. Ja, dat zou geweldig zijn. Ja, nou, dat hebben we afgesproken, dus dat gaan we leuk doen, want anders super. Maken we dat niet mee. Ja, en anders hadden we je überhaupt niet... Anders hadden we jou niet gebeld, dat begrijp je. Nee. Dus mijn vraag is, Ide, kom onmiddellijk je bed uit. Ja. Ga eens je bed uit, we wachten even. Ga je bed nu uit en in de tussentijd kondig ik iets anders aan. En dan zien we ook wanneer dat komt. Ik zie je straks in de studio.